Dat was Simply Red met volgens mij Something Got Me Started. Wat was de reden waarom je deze plaat hebt gekozen? Ja, ik ben een van de gelukkigen die een kaartje hebt voor zijn concert in oktober. Voor mij is het de Ziggo Dome waar hij dan komt. Oh, leuk. Ja. Ja. Jij gaat veel naar concerten? Ja, zeker dit soort exclusieve dingen. Ik ben gelukkig ook nog naar George Michael geweest in Ahoy nog. Ja, en achteraf is dat natuurlijk weer een geluk. Ja. Triest. Ja. Even over de platen die je hebt gekozen vanavond. Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Ja, is voor mij een speciale betekenis. Ik ben ook als hobby ben ik duikinstructeur ooit eens geweest. Dus je kan je voorstellen dat je door het water heen glijdt als een eagle. Dat ik dit nummer altijd in mijn hoofd had. Oh ja. Ja, zo kun je er ook aan denken. Ja. En U2 met Ordinary Love. Ja, U2 is natuurlijk de ethische. Dus dat blijft altijd bij. Ja, inderdaad. Herb Albert en de Tuana Brass. Waar kwam die vandaan? Ja, is natuurlijk een heel grappige plaat. Dat is speciaal voor onze good old oldies. En de Eurythmics met Sweet Dreams. Ja, is natuurlijk een lekker nummer, hè? Sweet Dreams. En dan Annie Lennox erbij. Ja, dan kun je natuurlijk heerlijk van dromen. Kijk. En Simple Minds met Waterfront. Ja, dat is Simple Minds. Ook gezien de leeftijd, de ethisch. Wij waren natuurlijk echt Simple Minds fan. Ik ben toen niet naar het concert geweest. Dat was volgens mij in Nijmegen, dacht ik. Ik heb toen net even gemist, jammer genoeg. Ja. En John Legend met All of Me. Ja, John Legend, dat is gewoon een heerlijk nummer. Ja, absoluut. Inderdaad, ben ik het mee eens. En kijk jij naar van die programma's op tv met muziek? Dus The Voice en weet ik veel wat. Ik kijk wel heel veel. Ik kijk duidelijk mee met je gezin. Bijvoorbeeld The Voice of Holland of Idols. En dat vind ik het toch knap. Dat bijvoorbeeld nu in The Voice een 17-jarige. Denk je, waar komt zo'n jongen dan vandaan? Die dan zo'n krachtige stem heeft. Ik vind het echt heel goed. En Idols ook, hè? Ja. Dan is daar is natuurlijk in het begin over de audities waar het te doen is. Maar dat is natuurlijk eventjes lachen. Ja, maar ik weet wel, uiteindelijk vind ik het wel jammer dat die jeugd, die heeft daar toch wel een bepaalde begeleiding nodig om toch eventjes door te kunnen gaan. Je ziet er toch heel veel afvallen. En dat vind ik jammer als je kijkt naar de kwaliteit die ze op dat moment leveren. Mm-hmm. En heb je een uitgesproken favoriete groep? Nee, ik hou eigenlijk van alle muziek. Als ik kijk wat ik in de auto eigenlijk luister, dat is natuurlijk heel verschillend. Het hangt een beetje van je stemming af, waar je heen rijdt. Wie zit erbij in de auto? Ik kan Subline aanzetten, Radio 2, maar ik kan ook 538 Ibiza opzetten. Dus dat is allemaal heerlijk. Ja, nou, dat kan. En inderdaad, stemmingsafhankelijk. Hè. Tegenwoordig kan het allemaal steeds makkelijker. Ja, tegenwoordig streamingsmogelijkheden ook in je auto. Ja, is ideaal. Ideaal. Ja. Nou, dat was het alweer, Marcel. Dank je wel voor je komst. Ja, Jan, jij ook hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ik ben zeker blij dat ik nu in de rij van mijn voorgangers mag aansluiten. Oké, dank je wel. Voor de luisteraars natuurlijk eerst als dank nog naar René van Schenkhoff voor zijn technische begeleiding van ons programma. Wat zouden we zonder hem zijn? En volgende week hebben wij Willem van Santen van Peak & Valley uit Arnhem. En die heb ik gevraagd omdat het een specialist is op het gebied van samenwerken. En dat is toch heel belangrijk en steeds belangrijker in de moderne samenleving, in het bedrijfsleven en in organisaties en de overheid. Ik hoor u graag de volgende keer ook. U luistert de volgende keer graag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.